Beste partijgenoten. Het zegt wat het zeggen moet en hij niet zeggen kan. Beste partijgenoten, ik weet dat u hier vanavond niet bijeengekomen bent om mij te horen spreken. Ik hoop niet dat het nodig is en dat hij overeind blijft bij de persconferentie. Maar ze zullen hem niet met zijde handschoentjes aanpakken. Waarom zouden we het niet allemaal laten gaan, Ebba? Waarom stappen we er niet gewoon uit? Dat hele krank Joram leven achter ons laten. Het zou toch een opluchting zijn? Ik hou van dit leven. En hoewel uw wachten beloond zal worden, mijn man zal arriveren, zal hij niet spreken. Niet vanavond. Ik spreek. Hij moet nu echt geen fouten meer maken, Ebba. Dan is het echt einde verhaal. Ik spreek niet in zijn naam, maar voor zijn naam. Zoals die was voordat het vuil begon te kleven. Zonder dit is er niks. Niks dat het waard is om voor te vechten. Misschien wil ik niet meer vechten.